Hi, welkom bij Boerderij en Rijtjeshuis. En vandaag gaan we kijken hoe het met mijn compostbakken achter mij gaat. Mijn Pressure Can cursus is online. De cursus waar ik jullie alles leer over pressure cannen en over hoe ook jij zo'n voorraadkast kan creëren. Ik heb begin van dit moestuinseizoen 3 compostbakken hier achter mij geplaatst. En dit is het eerste jaar dat ik zelf wilde proberen compost maken. Wil je meer weten over hoe dit systeem werkt? Kijk dan naar de video die ik daarover gemaakt heb. Die zal ik even linken. Want er zit echt een systeem achter waarom het 3 bakken zijn. Ik heb inmiddels deze linkerbak helemaal gevuld. En die heb ik nu al 2 maanden laten rusten. En de meest rechterbak, daar ben ik nu mee bezig met het vullen. En de middelste is nog leeg. Vandaag wil ik even kijken of er überhaupt wat met deze linkerbak gebeurd is. Deze heeft dus 2 maanden gerust en als het goed is, zou er dus iets van compost in het midden moeten zitten. Bovenop zie ik nog veel droog materiaal, maar ik keek laatst er al een beetje onder en daaronderin zit toch nog wel wat compost. Dus wat we vandaag gaan doen is eerst deze mais weghalen, want dat is helaas klaar. Want mijn oogst was geoogst door ongedierte in plaats door mij helaas. Dus dit gaan we straks even afknippen en op de bodem leggen. Want het is halverwege september en het is helaas voor mij te laat om nu nog andere dingen te zaaien. En als je dit dan plat op de bodem legt, dan dekt dat het mooi af en dan hoop ik dat er niet al te veel onkruid komt. Tussen mijn mislukte mais zitten wel nog wat spekbonen, dus die zal ik ook meenemen of oogsten. Als dit dan allemaal plat is, kunnen we wat makkelijker bij de compostbakken. Dan gaan van de linkerbak en de middelste bak aan de voorste panelen weg, zodat ik makkelijk kan gaan scheppen. En dan ga ik alles wat in de linker zit naar de midden verplaatsen. Dit doe ik omdat de compost is nog niet helemaal klaar. Het moet nog even verder. Maar je wilt het eigenlijk omhusselen om het proces weer te versterken. Dus laten we daarmee aan de slag gaan. Eerst moest ik dus de spekbonen er maar tussenuit gaan zoeken. Er was niet extreem veel meer, dus ik heb niet enorm veel oogst verloren door nu de planten uit de grond te trekken. Het was eigenlijk wel prima de tijd om alle spekbonen eruit te halen. Dit was een hele grote spekboon. En hier haal ik dus alle planten uit de grond. Eigenlijk braken de maïsplanten heel makkelijk af aan de onderkant. En gek, het ziet eruit als zo'n stevige droge plant. Maar zodra je die stengel onderin breekt, komt er superveel vocht uit. Dus ja, gek dat dat zoveel vocht vast kan houden, die maïsstengels. En ik hoop volgend jaar dus wat betere geluk te hebben. Ik denk dat ik de maïs naar de andere kant verplaats en kijk hoe het daar gaat. Maar hier dus nog wat spekbonen ertussen zoeken en alles mooi plat stampen. En zo zie je langzaam mijn 3 compostbakken erachter tevoorschijn komen. Oh, hier zat nog een maïskolfje. Alles wat ik zag, het was echt nog veel te jong. Dus het was ook niet echt lekker om te eten. Dus helaas moest dat ook maar op de grond mee composteren. Zo, helemaal plat. Kijk, maar zielig zijn. En hier had ik volgens mij nog een voorbeeld van zo'n maïskolf die nog niet rijp was. Maar als je hier naar kijkt en dit had nog even de tijd gehad. Och, wat hadden we dan prachtige maïskolven gehad. Maar ja, helaas. Je kan niet altijd alles hebben in het leven, hè? Of zoals een vriendin van mij altijd zegt, je kan niet altijd 6 gooien. Nu moeten dus de bakken even losgemaakt worden. Deze band zit eromheen, omdat die na een tijdje, als die vol zit, kan gaan uitdijen. Dus die heb ik eerst losgemaakt. En dan gaan de voorkanten gaan er van af. En ze zitten vast ook nog met ijzerdraadjes. En dan is het tijd om te gaan kijken hoe het er allemaal uitziet. En eerst haal ik dus het droge een beetje weg. Je merkt dus alles wat erop zit en een beetje eromheen zit, dat dat toch wel snel gedroogd is. En dat verplaats ik gewoon naar de andere bak. Dus til ik hier even mee op met mijn harriki, flop. Zo, daar. En daar gaat straks gewoon weer groen blad overheen om het te mengen. Zodat dat langzaam dan wel kan gaan verteren. Oké. Nou, zoals je ziet hier in het midden zit dus wel compost. Hoe droog het er bovenop was, zo vochtig was het er binnenin. En nou moet ik het dus naar de andere kant scheppen. Maar zoals je hier ziet, dat scheppen ging niet extreem vloeiend. In ieder geval, het ging niet echt snel.
Dus in de hitte hier had ik het behoorlijk zwaar. Dus dit is best wel een workout. Dus misschien als je dit gaat doen, nodig iemand uit. Maar wat ik uiteindelijk merkte wat veel sneller ging, is door het middenstuk wat hier nog tussen zit, weg te halen. Maar als je het dus nu zo verplaatst, hierdoor voeg je zuurstof toe. Oh, hier is wat ik bedoelde, dat ik dat middending weghaalde tussenuit. Yes. Maar door het verplaatsen doe je het weer mengen en voeg je weer nieuw zuurstof toe. Waardoor het composteerproces weer versnelt. En dat je hopelijk het laatste proces in het midden kan plaatsvinden. Dus dat het volgend seizoen in de lente helemaal klaar is om als compost te gebruiken. Want nu zie je, er zit heel veel mooie aarde tussen. Maar ook nog heel veel stro. En je wilt dat alles mooi glad gecomposteerd is. Dus nu veeg ik alles weer bij elkaar goed omhoog. Best een bergje. Niet extreem veel hoor, maar wel een bergje. En dan gaat het er weer tussen. Alles weer vast. En dan het een beetje mooi verspreiden en uitharken. Dat is voor nu de compost. Dat is de lege bak. En dat is dan de middelste bak. Vanaf als je het zo van boven filmt, lijkt het alsof er helemaal niks in zit. Maar vanaf onder lijkt het dus best wel een heuveltje. Dus er zit wel wat. En links is er nu leeg. En dan doe ik het weer afschermen. De middelste doe ik omhoog. Omdat ik daar niks in gooi. En die, aan de zijkant die doe ik lager. Op de zijkant. Zodat je veel makkelijker er dingen in kan gooien. En natuurlijk de band er weer omheen. Zo, dat was de compost voor vandaag. Dan heb ik ook nog wat oogst. Hier zat een worteltje tussen. Niet een lange. Maar hij werd al mooi breed en ik zag dat er hele kleine nibbelgaatjes aan de bovenkant zaten. Dus ik denk, deze kan ik maar beter meenemen. En uiteraard waren er ook weer courgetten. Ja, die blijven ook mee eeuwig doorgaan. Hoe hard ik ervoor moest vechten in het begin van het seizoen om ze aan het starten te krijgen. Nu zijn ze niet meer te stoppen. Maar ja, dat, altijd, dat hoort altijd een beetje bij courgetten, toch? Dus ook weer wat courgetten om mee naar huis te nemen. En ik had volgens mij ook nog een bloemkool. Eerst haal ik het blad weg. Dat blad gooi ik dus ook op die rechter compostbak weer. Plus allemaal nog courgettebladeren. Dus dat je dan het vochtige groene blad weer kan mengen met het stro. En dit is de bloemkool. En dus we hadden uit deze tuin een combi van courgetten, spekbonen, een wortel, bloemkool. En dat was het een beetje mooie oogst. Zo ziet het er dus nu uit met platgestampt mais. Maar deze kleine koolplantjes in het midden zijn wel een stuk gegroeid in een week tijd. Dus ik ben benieuwd wat het nu de komende tijd gaat doen. Want nu regent het zo nu en dan een prachtige zon. Dus als het goed is, is dat perfect weer voor de kolen. En dit is de compostbak weer. De eerste bak is dus nu weer leeg om te vullen. Helemaal leeg. De middelste bak, daar zit dus nu de compost in te rusten tot volgende lente. En de laatste bak, daar zit dus nu de compost in. En dit laat ik vanaf nu weer een maand of twee helemaal rusten. Zodat dat weer dan naar het midden kan. Zo, we zijn nu in de volle grondmoestuin. En er is al wel wat te oogsten. Ik heb er net een paar peulen geoogst. Maar dat zal je zien op mijn shorts. En kijk hoe mooi, hoeveel pak choi erop is gekomen. Daar zou ik wat van oogsten. Je ziet her en daar rode tomaten. Dat ga ik wat meenemen. Er zitten ook wat, oh kijk, zie je daar van die helemaal kleine kleurtjes. Wat paprika's en zoals gewoonlijk wat spekbonen. En dit zijn mijn bietjes. Mijn bietjes beginnen nu redelijk qua formaat te groeien. Binnenkort zal ik ze allemaal oogsten. Dan ga ik jullie allemaal laten zien wat voor verschillende dingen je ermee kan doen. Ik ga jullie laten zien hoe ik het blad bewaar. En hoe ik het wek, hoe ik het pressure can en hoe ik het inmaak. En alle verschillende opties met bietjes, smoothies. Dus noem maar op, dat komt in een latere video. Hier zijn al mijn tomaten en mijn tomaten begonnen langzaam wat tekenen geven van Vitophthora. Dus ik wilde ze weer even helemaal kaal knippen. Wat je me nu weg ziet knippen zijn allemaal dieven die een beetje uit de hand zijn gelopen. Dat zijn dus de kleine plantjes die weer ontstaan tussen de oksel. En die haal ik nu weg, maar ook top ik al mijn tomatenplanten.
Het seizoen is nou niet meer lang. Dus ze hoeven van mij echt niet meer nieuwe tomaten te creëren. Ik wil dat ze de moeite stoppen in het rijpen van de tomaten die nu nog aan de rank zitten. Dus daardoor knip ik de bovenkant weg. Dus stopt die niet meer energie in hoger groeien. En ik knip er ook zoveel mogelijk blad tussenuit. Zodat de wind alles makkelijk droog kan waaien. In de hoop van dat ik de ziekte nog even kan uitstellen. Het wordt ook wel eens de aardappelziekte genoemd. En dan hoop ik nog even een maandje de laatste tomaten te kunnen oogsten. Dus hier knip ik alles lekker luchtig. In de hoop van dat ik mijn oogst nog wat kan verspreiden. En er was gelukkig wel oogst, dus ik kon wel wat tomaatjes meenemen. Zo, dan zijn we hier weer bijna klaar. En dan is dit de oogst van mijn mooie tomaatjes. Alle kleurtjes. De groene moeten nog iets verder rijpen. De gele zijn gele ossaard tomaten. Dus die blijven mooi geel. En dan hier in mijn peper- en paprika-oerwoud beginnen ze nu een beetje te kleuren. Ik krijg heel veel vragen van help, help, help. Al mijn paprika's zijn nog groen. Wat moet ik doen? Ja, geduld. Het duurt ontzettend lang. Elk jaar opnieuw. Ik heb mijn paprika's voorgezaaid al in februari. En ze beginnen nu een beetje pas te komen. Dus het is helemaal niet raar dat ze bij de meeste mensen nog groen zijn. En laten we hopen op nog een maandje mooi weer. Zodat ze toch nog kunnen kleuren. Maar het is niet gek dat ze nog groen zijn. Dus schrik niet. Het hoort er helaas bij, paprika's. Laat dat heel lang op zich wachten. Maar zoals je ziet, ze zijn wel erg mooi. Hier nog een paar spekbonen en wat pak zooi. Ik breek ze gewoon af en dan doe ik ze thuis in de koelkast bewaren in een vochtige doek. Dan blijven ze lekker lang goed. En een mooie oogst, moet je kijken. Inmiddels is het nu de volgende dag. Ik heb alle oogsten meegenomen, maar ik dacht ik wil nog even met jullie delen wat nu uiteindelijk mijn gedachten zijn over compost tot nu toe. Je zag het waarschijnlijk wel, het is behoorlijk wat werk om de compost van de ene bak naar de andere bak te krijgen. Uiteindelijk haalde ik dus dat tussenschot eruit. Dat ging veel sneller met de hark dan met het heen en weer scheppen. Maar als ik kijk naar de aarde, ik zie heel veel donkere, zeer voedzame aarde. Heel veel kleine beestjes die erin rondlopen, wat natuurlijk helemaal top is. Wel her en der nog drogere stukken van het hooi, wat wij waarschijnlijk is dat het hooi uit het kippenhok. Want wij composteren ook al het hooi en stro en kippenpoep vanuit dit kippenhok bij de compostbak daar. Dus, maar ik denk door het husselen dat dat ook allemaal wel zou vergaan. Het is geen hele grote hoeveelheid compost die nu in één bak is gemaakt. Viel te verwachten. Ten eerste, ik heb geen zeeën aan grond. Dus het is best beperkt wat ik kan doen qua compost. En het is dus wel heel veel werk voor een klein beetje compost. Maar dit is maar één bak. De andere die kan ik ook nog nu laten rusten. Dat is de meest rechter. Die laat ik voor nu rusten. Dus ik ga nu de lege die we dus net leeg hebben gehaald nu aanvullen met compost. Als de meest rechter weer 1 of 2 maanden helemaal stil heeft gestaan, doe ik precies hetzelfde. En heb ik hopelijk tot een hoogte van dit aan het einde van het seizoen aan compost in die middelste bak. Is het de moeite waard? Ik kan het nu nog niet zo goed zeggen, want ik heb natuurlijk nog niet een heel seizoen ermee gedraaid. Maar ik denk voor mij persoonlijk wel. Dat ligt niet alleen aan de hoeveelheid compost dat het met zich meebrengt. Ik denk dat het voornamelijk te maken heeft met hoeveel afval ik in huis heb. Dat is namelijk extreem verminderd. Ik gebruik mijn groene container eigenlijk niet meer, behalve voor een perzik en een avocado pit. En dat geeft mij echt een heel erg prettig gevoel dat alles wat wij gebruiken en alle kleine stukjes van groente die ik afsnij, dat ik anders weg moet doen in de groene container normaal dus. Kan ik dus nu gebruiken om iets te maken. Het is dan wel dat je een paar keer per jaar een behoorlijke workout hebt om het weer te verplaatsen.
Maar ik denk het gevoel dat ik zoveel mogelijk wat ik thuis anders weggooi, nu kan gebruiken om er wat anders van te maken. Dat het belangrijkste is in dit proces en dat ik daarom vind dat de compost de moeite waard is. Als jij dit wil gaan doen omdat je denkt heel makkelijk heel veel geld te besparen en heel veel compost ervan te krijgen, is dit misschien niet de methode voor jou. Maar ben je net als mij tevreden met dat je aan het eind van het seizoen, weet ik veel, 100 liter compost hebt of zo? Misschien minder, ligt helemaal natuurlijk aan de oppervlakte die je zelf hebt. En je hebt er best wel wat werk voor moeten doen en je bent daar helemaal oké mee, dan denk ik dat dit wel een aanrader is. Maar het is nog te vroeg om echt grote conclusies te trekken. Natuurlijk zal ik aan het einde van het seizoen mijn overkoepelende mening brengen naar jullie. Om te kijken, is het de moeite waard om zelf compost te maken? Dus de oogst heb ik inmiddels gisteren al een beetje verwerkt. Ik heb hier nog mijn tomaten en paprika's liggen die ik nog een beetje bij laat kleuren. En wat heb ik nog gedaan? De courgette ligt op de vensterbank. Want ja, waar laat ik zo'n enorme courgette? En de spekbonen zitten in de koelkast. Wat heb ik nog meer geoogst gisteren? Peultjes zijn al op. Die heb ik al opgegeten gisteravond. En dat was het dan denk ik weer een beetje voor deze week. Heb jij nou vragen over compost? Alsjeblieft, stel ze gerust. En ben je nou nieuwsgierig wat mijn mening is aan het einde van het seizoen? Abonneer dan op mijn kanaal. Hier bij een boerderij in een rijtjeshuis deel ik graag met jullie hoe ik zelf mijn eigen groenten kweek, oogst en verwerk, zodat we het hele jaar ervan kunnen genieten. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende!